Paramaribo Zoo herdenkt vandaag Wereld Jaguarendag met de introductie van een nieuwe jaguarenwelp dat eind oktober geboren is in de Zoo. 14 jaguarlanden in Midden- en Zuid-Amerika hebben samen met de WWF en andere organisaties 29 november uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Jaguar. Lolita Baron, directrice van de Zoo, vertelt dat het de tweede keer is dat de welp in de Zoo is geboren en gaat in op deze bijzondere dag. Wel, vandaag is het Wereld Jaguarendag en Paramaribo Zoo heeft een heel geweldig present of bekendmaking voor deze dag ook. Want bij ons zelfs in de tuin is er ook een welp geboren. Dat was op 20 oktober vorig maand, dus hij heeft aardig de tijd gehad om zich te ontwikkelen, stevig te worden. Dus we gaan hem nu presenteren aan de gemeenschap. Oké, het wordt nu pas bekendgemaakt omdat we ons jong een beetje de tijd wilden geven om zich stevig te ontwikkelen en ook te wennen aan zijn ruimte, de moeder ook zelfs de ruimte te gunnen om niet, hoe zou je zeggen, agressief te worden in bijzijn van te veel bezoek of te veel belangstelling, weet u. Dus het is meer om bescherming. Deonan Sanchit, gepensioneerde van de Zoo, vertelt hoe een jaguar in het wild kan leven en hoe hij in gevangenschap kan overleven. Jaguar kan je gemakkelijk in gevangenschap 20 jaar houden. Is wereldbekend. Normaal leven ze in de natuur 15 tot 16 jaar, ze gaat dood. Daar is de leeftijd van die jaguar. Jaguar is een leuke beest. Je kan ook thuis zijn, maar het is gevaarlijk. Hij is ook een goede zwemmer. En deze beesten kan 50 kilometer per dag afleggen om zijn prooi te zoeken. Ja, ze komen uit ons binnenland. Die jagen roepen ze tigri. Wij noemen het jaguar. En nu hebben we 2 beslagen gehad voor die baby is geboren. Die welp. Even een vraag. Er is een welpje geboren, maar wat maakt het zo bijzonder dat er een welpje is geboren? Dus het bijzonder is, na zoveel tijd, in gevangenschap is moeilijk. Zolang de beest niet thuis voelen, gaat ze niet paren. Volgens de WWF is er nu een plan ontwikkeld om de jaguar beter tegen bedreigingen te beschermen. De Jaguar 2030 Conservation Roadmap for the Americas werd gepresenteerd op een belangrijke internationale biodiversiteitsconferentie.